Brand maandagmiddag op de oprit naar de A16 bij Willemsdorp. Daar stond om een nog onbekende oorzaak een grasmaaier op een oplegger in de fik. De brandweer reed met 4 wagens naar de snelweg en wist de brand vrij snel te blussen. De op- en afrit was vanwege de brand tijdelijk afgesloten. Omdat er vanwege de inzet van de brand een maximumsnelheid van 50 km per uur gold op de A16, leverde dat een flinke file op.